Ik ben onderweg naar een interview met Wilco Steenbergen. Hij is een van de initiatiefnemers van Stichting De Schuilplaats in Lopik. En hij heeft toevallig dit jaar een sabbatical genomen van zijn vrijwilligerswerk. Dus dat betekent dat hij lekker veel tijd heeft voor een interview met RTV 9. Ik ben er, dus ik ga naar binnen. Wat is De Schuilplaats precies? Er zijn zoveel jongeren die regelmatig op straat hangen. Zouden die niet gewoon een plek nodig hebben waar ze gewoon lekker op een bank kunnen gaan zitten, lekker kunnen gaan chillen, waar er ook aandacht voor ze is, zodat er ook een meer gemeenschap ontstaat in plaats van individuen die op straat aan het slenteren zijn. En toen die eenmaal met die ideeën naar andere mensen gingen, riepen die, ja, maar ik zie ook zoveel ouderen die regelmatig op straat zijn en eigenlijk ook een plek zoeken waar ze gewoon bij elkaar kunnen gaan zitten, gewoon lekker kunnen hangen. En nou ja, zodoende is dat een beetje ontstaan. En ja, je kunt wel het beste zeggen dat De Schuilplaats opgericht is door mensen die allemaal wel op een of andere manier kerkelijk betrokken waren in een van de kerken hier in Lopik. En allemaal met het gedachtegoed om te zien naar haar naaste. Het christelijk gedachtegoed wordt inderdaad als drijfveer gebruikt, maar daar houdt het ook echt wel op. Iedereen is gewoon welkom. Gelovig, ongelovig, man, vrouw, jong, oud. Voor iedereen moet het een plek zijn. En de praktijk blijkt dat dus ook heel goed te werken. We hebben zelfs vaste inloophuismensen die gewoon bijna elke keer hier aanwezig zijn. Die staan bij wijze van spreken voor de deur voordat de schuilplaats open gaat. En dat is ook leuk. Met dan mensen die problemen hebben? Die vraag die krijg ik vaker van mensen die nog niet echt bekend zijn met De Schuilplaats. En ik begrijp ook wel dat mensen dat doen, die gedachten gewoon gaan. Maar in de praktijk zijn het gewoon mensen die gewoon gezelligheid opzoeken. Op de dinsdag, donderdag en zaterdagmorgen is er inloophuis van 10 tot en met 12 uur. Dan is ook de boekenhoek open. Dan kunnen er ook kaarten, wenskaarten, boeken, cd's en video's gekocht worden. Op de woensdagmiddagen hebben we regelmatig knutselmiddagen. We hebben ook op de woensdagavond knutselen tegenwoordig. Een nabestaande platform vindt eens in dezelfde tijd plaats. En op de vrijdagavond om de twee weken is de shelter. En dat is een jongere inloopavond. En dan heb ik geloof ik alle activiteiten op dit ogenblik wel genoemd. Hou me te goed als ik er een vergeten ben, want het verandert de laatste tijd iedere keer. Er komt steeds meer bij, dus ik kan het soms ook niet even meer bijhouden wat we allemaal doen. Toen met De Schuilplaats begonnen, eigenlijk van het begin af aan gelijk al. Ik was er een organisatie die zei van kom bij mij maar de boodschappen halen en de koffie halen, want dat wil ik wel graag inbrengen. De volgende rief van nou, bij ons staat er nog een keuken, die staat in de showroom en die moet nodig afgevoerd worden. Willen jullie hem afvoeren? Nou ja, we moesten diezelfde avond moesten met een ploeg mannen daar nog heen om die keuken weg te halen. Maar hij was die avond ook weg, want ja, vrijwilligers is genoeg om dat te organiseren. En zodoende hebben wij hier een keuken gekregen. En zo kun je eigenlijk wel doorgaan met de vloerbedekking, met de aankleding, met de spullen, met de computerapparatuur. Het kwam overal vandaan. Ook het pand waar we in zitten wordt geschonken voor de tijd dat het pand hier nog staat. Want het dorp wordt wel binnenkort een keer verbouwd. Maar tot die tijd mogen we hier gewoon zitten en hebben wij deze ruimte gewoon gekregen als gift. Wat we echt weten is dat zodra men begint met het slopen van de omliggende gebouwen hier op het terrein, hier midden in het centrum van Lopik, dat wij ook als een van de eerste aan de beurt zijn, dus dan kan het ook heel erg snel gaan. In principe eind van het jaar, en dat roepen we elk jaar wel weer, maar eind van het jaar moeten we toch echt wel over nadenken. Dus het gaat over maanden waarschijnlijk. De Schuilplaats hoort echt in Lopik, is ook een Lopiks inloophuis, dus we zullen echt in Lopik ergens weer een plek moeten vinden om daar ruimte voor te hebben. Maar in andere plaatsen, dan mogen ze best een schuilplaats beginnen, maar niet op initiatief van onze vrijwilligers die hier in Lopik wonen.